Dit is van Clit Muller. Clit Muller. We gaan vol Joe Exotic stilo hier. Hey, hallo en welkom weer bij deze nieuwe video. Ik denk zo'n maandje of twee, anderhalf geleden, heb ik een video gemaakt waarbij een online stylist mijn kleding uitkoos. En raad het eens, vandaag gaan we het nog een keertje doen. Ik heb er heel veel zin in, want de vorige keer is het me heel erg goed bevallen. Toen heeft Danielle van Zalon mijn kleding uitgekozen. Maar Zalon is natuurlijk niet de enige die deze service aanbiedt. Ik weet niet of je dit op zijn Nederlands zo mag uitspreken, maar dit heet Maison 365. Ontvang van jouw persoonlijke stylisten een kledingbox met nieuwe looks. Nou, je moest weer van alles invullen, net zoals de vorige keer. Het verschil hierin zit hem alleen in de prijs. Hij was ietsjes duurder. De minimale kosten van de items liggen op deze website net iets hoger. De vorige keer kreeg ik een impressie van tevoren van wat er ongeveer in zou zitten. Dat heb ik nu totaal niet. Dus wat er in deze box gaat zitten is totaal een verrassing voor mij. En dat vind ik eigenlijk het allerleukst. We gaan eens even kijken welke keuzes ik allemaal moest invullen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik jullie vragen deze video duimpje omhoog te doen. We gaan dit keer voor de 10.000 likes. Dus alsjeblieft, doe massaal die duim omhoog. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal om bij de o zo leuke onderfamilie te horen. Wil je er echt helemaal bij horen, klik dan ook eventjes zo dat notificatiebelletje aan. Oké, let's go! We gaan eens eventjes kijken, wat heb ik ingevuld? Nou, je betaalt dus 10 euro aan styling fee. Dat is een startbedrag, maar bij een aankoop vervalt dat. Dus dat is 10 euro. €9,95. Gratis verzenden ook. Het is geen abonnement. Het zag allemaal hartstikke goed uit. Het minimale bedrag voor een topje bedraagt €60 en voor broeken €90. Voor tops vind ik dat echt best wel veel geld. Het begon met het kiezen van een stijl. We begonnen met classic. Niet echt helemaal mijn ding. Zeker niet als ik deze plaatjes zie. Dus ik dacht, nee, dit hoeft voor mij niet. Stijl nummer 2, bohemian. Nou, een bohemian stijl kan ik altijd waarderen. Dus ik heb gekozen voor leuk! Stijl nummer 3, sportief. Sportief. Vind ik wel leuk, zeker gezien de plaatjes die ze hierbij gebruiken. Minimalistisch vind ik heel erg tof, maar niet echt mijn ding. Mijn mening over minimalistisch zit een beetje tussen niet leuk en leuk in. Dus ik heb gekozen voor twijfel. Want ik wil wel een beetje openstaan voor andere dingen. Dus ik heb toch gekozen voor twijfel en het niet helemaal uitgesloten. Romantic. Bepaalde plaatjes vond ik gewoon heel leuk. Bijvoorbeeld het roze jurkje. Maar zo'n hoedje, ja, zie ik mezelf echt niet mee lopen. Twijfelgevalletje ook. Gaan we door naar de looks. Welke looks zou je sowieso dragen? Nou, die niet, die niet, die niet. Ik moet zeggen, ik heb natuurlijk best wel een uitgesproken stijl. Alleen maar kruisjes, kruisjes, kruisjes. Het is gewoon niet mijn ding tot nu toe dan. Dit spijkerjurkje vind ik daarentegen wel leuk. Zwarte jurk ook. Jumpsuit. Top. Dit was het gewoon niet voor mij. Ik maak me wel een beetje zorgen. Ik hoop wel dat het ze lukt om iets tofs voor mij te vinden. Welke 5 woorden past het beste bij jou als je denkt aan kleding? Stoer. Eigenzinnig. Creatief. Maar ik hou ook wel van nonchalant. Voor mijn werk is mijn dresscode natuurlijk casual, want ik zit voor de camera. Dus ik kleed me gewoon zoals ik wil kleden. Dus ik hoef niet formeel of business casual. Welke merken draag ik? Nou, Alex de Label heb ik een keer samenwerking mee gehad. Die heeft wel hele toffe dingen. Topshop vind ik echt super tof. Naked. America Today. Colorful Rebel vind ik ook heel erg tof. Even kijken wat ze nog meer hebben. Levi's. Ik heb alleen maar broeken van de Levi's. Ik heb mijn maten opgegeven. Vind ik niet heel erg relevant om aan jullie te laten zien. Ik hou van skinny jeans en flare jeans. Low rise hou ik niet van. Medium rise is perfect. En rokken en jurken, die moeten allemaal gewoon boven de knie zijn. Maar ik hou ook wel eens van een maxi dress. Wat voor kleuren ik leuk vind en welke kleuren ik niet leuk vind. Wat voor stoffen ik fijn vind om te dragen. Nou ja, 100% wol, daar krijg ik heel erg jeuk van. Dus dat liever niet. Welke prints draag ik niet? Nou ja, stippen, sorry, daar ben ik wel echt van genezen. Waar ben je op zoek naar in deze box? Nou, ik kon kiezen tussen vooral zakelijk, casual, een mix. Voor een speciale gelegenheid of gewoon verras me maar. Nou, daar heb ik voor gekozen, want dat willen we. We willen gewoon verrast worden, jongens. Meer hoeft het niet te zijn. En dat was de stijlquiz. Ik heb heel veel vragen moeten beantwoorden. Ik heb lang niet alles laten zien, want anders wordt het een super lange video. En de box is binnen, jongens. Ik ga het straks met jullie openmaken. Ik ga ook nog eventjes kijken wat er ook alweer voor appwisseling is geweest. Wait a sec.
Ik ben Nadine, jouw styliste bij Maison 365. Superleuk dat ik een box voor je mag samenstellen. Ik hoop dat alles een beetje duidelijk is voor je. Wat voor schoenen draag je veel? Wij verkopen geen schoenen, maar dit is wel handig om te weten. Ik zie dat je geen 100% wol draagt. Draag je dan helemaal geen wol of is een klein percentage niet erg? Ik heb teruggeappt dat ik veel zwarte chunky schoenen draag. Zoals Dr. Martens met plateauzolen of Gympen zoals Buffalo's, Vans of Allstars. Wol jeukt vaak enorm bij mij, dus misschien is een percentage nog wel te doen. Ben momenteel nog wel op zoek naar zomerjurkjes. Jeans zijn altijd welkom. Zwart of blauwe jeans met gaten ben ik nog wel naar op zoek. Dat heb ik gezegd. Het heeft ongeveer anderhalve week geduurd voordat ik de box binnenkreeg. We gaan hem openmaken. Ja, ik ben zo benieuwd. Hier is die dan. Dit is de doos. Ziet er leuk uit met zo'n Amsterdams gebouwtje. In ieder geval een mooi gebouwtje aan de gracht. Oké, daar gaat ie. We gaan dit papiertje maar eens eventjes omhoog halen in 3, 2, 1. Oh. Oeh, ik zie hier een heel spannend printje. I like it. Ik zie veel dierenprintjes, tenminste 2 stuks al. Oh, spannend. Ik neem aan dat elk pakketje een setje is. Alles zit namelijk hartstikke mooi bij elkaar gebundeld. Hey Dolly. Oké, je hebt maximaal 5 werkdagen om te retourneren. Dat is dus niet heel erg veel. Hier heb ik ook alle prijzen van de items. We gaan gewoon eerst eens even kijken wat er in het eerste pakketje zit. Ik zie wel als eerst al een hele leuke riem. Zo'n simpel riempje is altijd welkom. Hebben we hier wellicht een jurk? Nee, een blouseje. Deze blouse, jongens. Het is qua kleur. Volgens mij wel echt iets wat heel erg goed bij me past. Dit is een blouse van Colorful Rebel. Het verbaast me helemaal niks. €59,95, dus dat is best nog wel aan de prijs. Een heel mooi klassiek hemdje. Dit is van Koster Kopenhagen. Het komt wel kwalitatief heel erg mooi en zacht aan. Deze tanktop is €39,95. Het is niet een prijs die ik normaal voor een tanktop zou betalen. Heb ik nog een sweater? Deze is echt heel erg duur. €89, jongens. Het is een olijfkleurige sweater. Wel heel mooie kwaliteit. Ik voel wel dat het anders is. Dit is van Klitmuller. Het ziet er wel mooi uit. Het is niet een kleur die ik 1, 2, 3 zou uitkiezen. Maar heb ik hier een Lois jeans? Eerlijk gezegd is dit niet een washing die ik normaal zou kiezen. Ik vind hem iets te donker. Ik ben eigenlijk op zoek naar een spijkerbroek die ietsjes lichter van kleur is. Maar wat ik wel heel tof vind is die onderkant. Er zitten van die gaten in. Misschien als ik hem pas dat ik hem wel echt helemaal geweldig vind. Deze moet mij wel gaan overtuigen. Want dit is geen broek die ik normaal zou uitkiezen. Deze jeans is wel echt aan de prijs. €129,95. Het gaat me iets te ver voor een broek die ik wel een beetje leuk vind. Dan moet ik echt groot fan zijn van die jeans. Ik ga het allebei maar gewoon eens even aanpassen. De eerste set is aan. De broek is echt super leuk. Alleen, ik denk dus dat die voor een jeans, zo'n jeans, gewoon een beetje te groot is. Ik zit dus altijd een beetje tussen die 2 maten in. En wat ik dus echt een heel groot pluspunt vind, is die onderkant. Die is zo lekker gerafeld. Past dus perfect bij deze schoenen. Dit is gewoon echt een hele dure broek, want hij is €130. En dan moet hij gewoon perfect zitten. En ik ben echt bang dat ik hem uit ga lopen. Dus hij is wel echt veel mooier dan ik had verwacht. En hij staat zo stoer met die schoenen. Ik ben in de war. Hebben we natuurlijk nog deze mooie blouse van Colorful Rebel. Oh ja, net vergeten te mentionen, maar dit is natuurlijk wel een hele mooie singlet. Hij valt wel echt heel erg mooi. Echt zo mooi getailleerd. Het is echt oprecht wel anders dan wat ik gewend ben. Ik denk dat ik deze wel ga nemen. En als je dan die knoopjes een beetje zo open doet, heb je toch dat detail van dat hemdje zo. Maar die blouse vind ik ook echt super, super leuk. Oh ja, en we hebben natuurlijk het riempje nog. Daardoor zit de broek dus eigenlijk nu precies goed. Ik had niet gedacht dat ik die broek zo mooi zou vinden. Ik vind hem dus toch wel heel erg leuk. Die riem die is gewoon ook echt super leuk erbij. Die ga ik sowieso wel nemen, want ik was toch op zoek naar
een leuk klein subtiel riempje voor mijn jeans. Dan heb ik hier nog de olijfkleurige sweater. Heel eerlijk, ja, leuk. Het zit lekker. Het is fijn. Het is een lekker materiaal. En de kleur valt me ook niet tegen. Het zou niet echt een kleur zijn die ik 1, 2, 3 zou kiezen of dragen. Maar het valt me niet tegen. Alleen voor dat geld, voor dat bedrag, is het niet een sweater die ik zou kopen. Daar vind ik hem gewoon echt te basic voor. Hij is leuk. Ik zou hem ook nemen als hij goedkoper was. Maar voor deze prijs toch dit niet, nee. Next! Nou, het volgende setje. Oh mijn god, ik zou bijna denken dat ik deze jeans de vorige keer ook heb gekregen bij mijn box. Is dit een Levi's? Nee, nee. Er zit ook een accessoire bij, zo te zien dit keer. Ik ben benieuwd wat we aan gaan treffen. Oh, het is een scrunchie. Oh, heel leuk. Een scrunchie, jongens. Atelier de Femme. En een dure scrunchie, hij is €16,95. Oké, het eerste dingetje. Het is een shirt. Een heel luchtig, lekker zomers shirtje. Ik zie mezelf hier wel in lopen, eerlijk gezegd. Hij is wel echt achterlijk duur. Hij is €79,95. Dat vind ik voor een shirt wel te gek, hoor. Dan het tweede shirtje, denk ik. En oh, dit vind ik wel grappig. I like. Okay, het is gewoon een gestreept shirtje. Niet echt iets heel erg bijzonders of zo, maar... wel gewoon leuk om te hebben. En ik heb het ook nog niet. Ik heb het vroeger gehad. Deze is van Soft Rebels. En deze top kost €39,95. Dat is op zich nog wel een normale prijs. Heb ik hier nog iets van Soft Rebels? Hier ging het denk ik om. De vraag of ik zeg maar wel een beetje wol wilde dragen. Want ik denk dat hier dus een percentage wol in zit. Een heel mooi truitje. En dit is echt een fantastische kleur. Dit is echt wel letterlijk iets wat ik in de winkel zou gaan pakken. Ik vind die mouwen ook heel erg leuk. Want die zijn wat oversized. Ik vind deze dus echt... prachtig. €69,95. Ik denk dat ik hier stiekem nog wel eens verliefd op ga worden. We hebben weer een jeans. Het is een flared, jongens. Oh, dit vind ik wel heel erg leuk. Zelfde prijsklasse als de Lois jeans. Dus ik moet er echt verliefd op zijn. Deze is €139. Leuke washing. Bij de knieën is die wat lichter. Nou, de volgende outfit. Ja, flared jeans, daar ben ik weg van. Ik heb dus al precies zo'n jeans. Dus ja, ik heb dit niet nodig. Dus ik vind hem wel heel mooi zitten trouwens. Zit precies goed om mijn middel. Wel iets te breed hier bij mijn benen. En dat shirt, jongens, valt zo mooi. Ik had dat niet verwacht. Ik vind hem dus echt... super leuk, maar hij is zo duur. Dit dingetje is gewoon al €80. Ja, dat vind ik gewoon net iets te gek. Maar eerlijk, het zit wel gewoon heel erg goed. Echt als gegoten. Ik heb natuurlijk ook een scrunchie in. Ik weet niet of jullie hem zien, maar in combinatie natuurlijk met deze outfit is dat hartstikke leuk. Hebben we nog twee andere tops die hierbij kunnen. Die ga ik natuurlijk ook eventjes aantrekken. Oké. Leuk. Ja, je ziet ook weer, dit past zo mooi. Op een of andere manier, die kwaliteit valt gewoon wel echt anders. Hij is wat langer als je hem zo uit mijn broek haalt. Maar echt heel erg leuk. Zit ook heel erg mooi. Het is een heel zacht, mooi stofje. Je ziet het gewoon precies zo bij die schouders, hoe mooi dat valt. En ook weer echt super leuk met die scrunchie natuurlijk. Ja, en hij was laatst uit deze set natuurlijk deze mooie roze trui. Maar ik moet zeggen, hij jeukt dus wel gelijk. Maar wat is die mooi. Hij is zo mooi. Ik vind hem qua kleur mooi. Ik vind hem qua model mooi. Zoals ik al zei, die mouwtjes, je ziet het. Hij valt gewoon echt prachtig. Maar ik wou ervan dat hij jeukt. Dat hij kriebelt nu wel echt heel erg. En dat bedoel ik met wol. Ik weet niet, ik kan daar dus blijkbaar niet zo goed tegen. Vind ik heel erg jammer, want ik had hier echt wel €70 voor over gehad. Hij is €69,95 geloof ik. Maar dat had ik er wel voor over gehad als hij niet kriebelde. Want hij kriebelt wel echt. En dan moet je er longsleeve onder doen en dan wordt het gewoon echt... heel erg warm. En zo koud is het niet. En het wordt lente. Dus ik vind hem zo mooi. Ik vind het jammer. Ik vind het echt oprecht heel erg jammer. Zo mooi. Hij is echt pretty. Ja, en dan hebben we nog een laatste setje. En ik zie weer een dierenprint. Nou, daar word ik wel vrolijk van. Ik heb nadien op WhatsApp gevraagd om jurkjes. Dus ik hoop dat dit de jurkjes zijn. Ik ga er tenminste wel vanuit, want ik heb nog geen één jurkje erbij zien zitten. Om te beginnen hebben we hier Aurelia oorbelletjes. Het zijn... piepkleine maantjes. Ik draag geen oorbellen momenteel. Ik zoek juist iets wat ik standaard in mijn oren kan doen. En deze zijn €16. Prima te doen. Want nu draag ik niks. En dat is natuurlijk ook een beetje saai. Dus die vind ik al om te beginnen super leuk. Oh, er zit een spijkerjasje bij. Deze oogt dus
een beetje vintage. Dat vind ik wel heel erg cool. Ik heb tot nu toe eigenlijk alleen maar oversized spijkerjasjes gehad. Ja, Nelly Veerkamp. Ik zie hier, wat is het? Is het een rok? Is het een... Het is een jurk, denk ik. Ja hoor jongens, bingo. Ik hou hiervan. Laat ik nou net de docu-serie Tiger King hebben uitgekeken. We gaan vol Joe Exotic stilo hier. Het is een maxi-dress. Heel duur. 139,95. Jongens, ik ben benieuwd wat ik hiervan ga houden. Het is lekker lang. Hij is ook van Gestuz. G-E-S-T-U-Z. En er zit dus een centuurtje bij om het detail te accentueren. Maar bij deze set zat ook nog volgens mij een ander jurkje. Tenminste, als het een jurk is. Het is een witte. Dit is van Alix de Label. Het is ook 139,90. Oh... Oh, deze schattig. Het is een witte jurk. In de taille zit een elastiek. Heel zomer. Super leuk. Ik hou ook van wit. Je zou het niet zeggen, maar jongens, ik hou van wit. Ik kan niet wachten om deze set ook te gaan passen. En dan gaan we eens eventjes kijken wat ik wel en wat ik niet ga nemen. Dus ik ben super benieuwd. Oké, ik vind hem echt super leuk. Ik heb hem gecombineerd met mijn nieuwe Dr. Martens. Dit zijn trouwens de dubbele Jadens. Dus met... dubbele dikke zool. Ik vind hem eigenlijk best wel cool en stijlvol. Het valt me niet tegen. Maar we hebben natuurlijk nog het spijkerjackje erbij. Het jasje wordt hem sowieso niet, want het is gewoon niet helemaal mijn stijl. Het is net ietsjes te netjes voor mij. Ik hou gewoon van ander soorten spijkerjasje. Ik vind het leuk. Ik vind het een leuke combinatie. Het is echt super leuk bij elkaar gezocht. Mijn complimenten voor Nadine, want ze is tot nu toe gewoon echt hartstikke goed bezig. Allerlaatste uit deze box... is natuurlijk dit jurkje. En ik vind hem heel erg leuk, maar ik weet niet precies hoe die moet. Moet je hem nou zo strak trekken? Moet je hem juist zo over laten blouzen? Hetzelfde geldt voor de mouwtjes. Hoe doe je dat? Laat even weten in de comments hoe je dat precies doet. Is het zo? Of is het zo? Hoe hoort dit? Ja, ik weet het niet. Ik vind hem wel heel erg mooi, maar ik weet het met deze gewoon nog eventjes niet. Je kan hem dus combineren zoals ik het heb gedaan, of met schattige... stappers, maar ik hou er gewoon van omdat het jurkje al schattig is om het met stoere schoenen te combineren. Ik vind hem dus wel heel erg mooi, maar ook echt super prijzig. Dus het zijn gewoon aankopen waar je dan wat langer over nadenkt van vind ik dit echt 139 euro waard? I don't know. Conclusie is wel, en dan moet ik Nadine echt een compliment geven, dat ze het echt heel erg goed bij elkaar heeft gezocht. En dat ik dat bizar vind aan de hand van de keuzes die je hebt gegeven bij die stijlquiz. Oh ja, ik ben natuurlijk de oorbelletjes vergeten. Zo, ik heb de oorbelletjes nog even ingedaan. Maar kijk hoe schattig. Nou, die hou ik in ieder geval. Ik heb al echt best wel lang niks in mijn oren gehad. I like it. De eindstand. Wat heb ik uiteindelijk van deze items genomen? Nou, als eerst de Lois broek. De riem, want samen met de riem zit deze broek dus echt perfect. Ik heb ook de stylist geappt en die geeft aan dat de Lois broek niet heel veel zal uitlopen. Dus dat was doorslaggevend voor de keuze. Deze zwarte top. Het colorful rebel blouseje. De oorbellen. En natuurlijk de scrunchie. Ik heb ervoor gekozen de rest van de items te retourneren. Ik ben weer echt ontzettend verrast met deze box. Pluspunt is, je betaalt een tientje... En op het moment dat je iets kiest, gaat dat tientje er ook weer af. Laat me eventjes weten onder in de reacties welk van deze items jullie favorieten waren. Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk ook niet om op mijn kanaal te abonneren om bij de Oze Leuke Onderfamilie te horen. Vergeet ook niet die notificatiebel aan te klikken. Dan krijg je altijd een melding zodra ik upload. Ik zie jullie heel snel weer met een nieuwe video. Dus bedankt voor het kijken. Toedeledokie. Doei. Dag. Mwah.